Welkom bij Wol Hobby's vlog nummer 6 alweer. Het is 2 weken geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb. En in de tussentijd zijn er natuurlijk wel filmpjes op mijn YouTube kanaal gekomen. Maar dat heeft alles te maken met de lentokool die gebreid wordt momenteel. Zo nu en dan plaats ik een instructiefilmpje omdat we een nieuw soort steek leren of omdat ik gewoon ter verduidelijking hoe je met je garen om kunt gaan. Eventjes een klein filmpje laat zien hoe je de dingen vast zou kunnen houden op een paar verschillende manieren. Maar vandaag is het weer eens een keer tijd voor een echte vlog. Ik moest alweer even stoppen. Want de batterij van de camera was leeg. Ik check altijd alles van tevoren en dan lijkt het goed. En dan doe je de eerste 2 minuten opnemen en dan poef. Dus we zitten nu aangesloten met een kabeltje. Dus als het goed is, kunnen we voorlopig aan de slag. Allereerst, wat heb ik aan? Vandaag draag ik mijn geodekool. En dit is wat ze noemen een color pooling of een assigned pooling. En dat betekent dat je de manier waarop je garen geverfd is, laat werken voor je in het patroon. Zoals je ziet, als het garen bruin was, dan deed ik een 4x4 rib. Dus 4 recht, 4 afrecht. En als het garen de groene kant op ging, dan deed ik seed stitch, gerstekorrel. Dus dan doe je 1 recht, 1 afrecht. En de volgende ronde doe je rechten boven averechten en averecht boven rechten. Het is een patroon van Jane Vincelles. Ik zal het hieronder in de show notes linken. En Chandy van Expression Fiber Arts, die heeft er een garen voor geverfd, wat zeer geschikt is. Dit is overigens geen Expression Fiber Arts garen. Ik heb iets uit mijn voorraad gezocht wat op de juiste manier geverfd was. En dan kun je gewoon, je kunt een filmpje bekijken op YouTube, waarin zij uitlegt hoe je moet uitrekenen, hoeveel steken je op moet zetten om dus op een eindresultaat zoals dit uit te komen. Daar moet je eventjes een rekentrucje voor uithalen. Ik zal het hieronder in de show notes allemaal melden. Dan kun je op mijn Ravelry pagina kijken en eventueel ook het patroon downloaden en de instructies die daarbij horen. Dan gaan we verder met mijn Cherry Blossom Barf Scarf. Iedereen weet onder de hand wel dat dat niet is hoe het patroon heet. Maar ik ben het zo gaan noemen omdat ik het net vind alsof de kersenbloesem over mijn sjaal gespuugd heeft. En die Cherry Blossom Barf Scarf van mij, die groeit en die groeit en die groeit. En ik blijf er maar blij van worden. Ik heb er niet zo heel veel aan kunnen breien. Hier zo zie je de steekmarkeerder die ik gebruik om aan te geven waar ik de vorige keer was. En ik heb hem inmiddels op een iets kortere naald gezet. Want mijn allerlangste kabel, die zit inmiddels in mijn brio. Ga ik zo meteen laten zien. Maar omdat het al best wel een hele brede sjaal werd en nog niet zo heel diep, ben ik eigenlijk net begonnen met de meerderingen aan de zijkant anders te doen. Ik deed tot nu toe steeds aan de goede kant, aan het begin en aan het einde, 2 steken erbij maken. En dus dan gaat je sjaal in de breedte en wat minder lang in de lengte, in de hoogte. En nu ga ik maar 1 steek aan weerskanten bijmaken, waardoor die dus
minder snel breed groeit, maar wel snel langer wordt. Dus we gaan zien hoe dat gaat. En ik heb nog best een beetje garen over. En dan heb ik daarnaast nog een hele streng. Maar ik heb eigenlijk besloten dat ik niet deze streng er ook nog helemaal in ga doen. Want qua breedte is het echt al wel een heel ding. En ik denk dat twee strengen best wel genoeg is. Dus wordt vervolgd. Als ik besluit om alleen dit op te breien, ja, dan schieten we al heel hard op naar het einde natuurlijk. Ik zal straks de steekmarkeerder verzetten en nou, maar wie weet heb ik hem al af volgende keer. We zullen het zien. Dan heb ik natuurlijk mijn brioque vest. En ik vond het natuurlijk super spannend, maar hij is gestiekt, door de midden geknipt. En ik ben net begonnen aan het breien van twee mouwen tegelijk. Dus ik heb allebei de mouwen op een hele lange kabel. Die kabel heb ik uit mijn Cherry Blossom Barf Scarf eventjes gehaald. Dat is de langste kabel die ik heb. En daar kunnen de mouwen tegelijkertijd op. En op deze manier hoef ik niet, als ik één mouw af heb, nog weer zin te maken voor de tweede mouw. En bovendien kan ik de minderingen op precies dezelfde plek maken. Daar hoef ik ook niet zo heel veel notities van te maken of iets. Dus ik ben benieuwd hoe goed dit bevalt. Het is even een gedoe met keren, maar dat wordt vast beter als ik meer mouw gebreid heb. Het laatste stuk van de mouw, dat wordt ook in brioche, net als de bovenkant. De designer heeft het laatste stuk maar met één kleur brioche gebreid, maar ik wil eigenlijk alle twee de kleuren gebruiken zoals ik ook aan de bovenkant in de schouderpas heb gedaan. Mijn brioque. Dan heb ik een oud project tevoorschijn gehaald. En dat is mijn Musselburgh hat. Musselburgh is het officieel volgens mij. En dat is, hij functioneert tevens als projecttasje, want alle wol zit erin. wat je doet bij de Musselburgh, je begint in het midden en je gaat op vier plaatsen meerdere. Uiteindelijk, het staat allemaal heel duidelijk uitgelegd in het patroon, het is een patroon van Isolde Teek. Uiteindelijk heb je de wijdte die je wilt hebben. Nou, dan ga je echt eindeloos gewoon in het rond breien. Totdat je de lengte bereikt hebt die het patroon aangeeft. En dan ga je de bovenkant van de muts op dezelfde manier minderen als dat je hem hier aan het begin gemeerderd hebt. Dus dan heb je een hele lange tube met eenzelfde begin en eind. Dan stop je de ene kant in de muts en dan heb je dus uiteindelijk iets wat hierop lijkt, maar dan met hier ook alleen maar de goede kant aan de buitenkant. Dit is Lana Grossa Meilenwijd Magico. En het is een restje garen wat ik van een ander project over heb. Ik heb hier nog aardig wat op de bol en ik heb nog een heel klein restje. Wat ik nu moet doen, is even een steekmarkeerder erin zetten. Wegen wat ik over heb.
En dan een ronde of 5 breien, weer wegen wat ik over heb. Zodat ik uiteindelijk een beetje een inschatting kan maken dat ik voldoende heb om hem helemaal naar het einde te breien. Want ik dacht dat ik dus zo slim geweest was om te wegen toen ik hier was, zodat ik wist wat ik over zou moeten houden om hem af te breien. En zo slim ben ik vast geweest. Maar om het ook ergens te noteren, zodat ik het later nog zou weten. Zo slim was ik dus net niet. Beetje jammer. Ik moet het nu dus een beetje gokken. Is ook niet veel werk meer, dus zou eigenlijk in principe, als ik de volgende keer een vlog opneem, zou die eigenlijk wel klaar moeten zijn. De Musselburro Hat. Ook weer gelinkt hier beneden. Dus als je wilt kijken hoe de andere Musselburros eruit zien, Musselburros, dan kun je dus de link volgen naar mijn projectpagina en dan kun je daar ook van daaruit een heleboel Musselburros van andere breiers zien. Om je ook een beetje een idee te geven hoe zoiets eruit ziet in ander soort garen. Dan heb ik een nieuwe sok opgezet. Had je dat nodig dan, een nieuw project? Nee. Maar ik moest vorige week, was ik onderweg en ik zou met iemand meerijden. En ik had bedacht dat ik eventjes onderweg in de auto iets eenvoudigs wilde breien. En ik heb trouwens op de bijeenkomst waar ik was ook nog eventjes na de lunchpauze heel even gebreid. En dit is wat ik gebreid heb zover. Dit is dit garen is van het merk String Theory en de basis is Inertia. Geen idee of je dat zo uit hoort spreken. Het is 80% superwash merino en 20% nylon. En het label zegt, en dat vind ik echt zo grappig, 400 yards of pure awesome, 365 meters of squishiness, en 100 grams of fabulosity. Erg leuk omschreven. De color, de kleur is Strange Quark. En het is natuurlijk afhankelijk van hoe je hand van breien is en hoeveel steken je opzet. Maar het streekpatroon is eigenlijk achter elkaar grijs, blauw, groen. Zoals ik hem gestart ben. En ze zeggen dan dat het ongeveer 10 rijen per kleur is. Nou, dat zullen ze even tellen dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dus ik heb iets meer rijen per kleur, maar ik ben ook eigenlijk begonnen op een 2,25 sokkennaald. En dit is een dikker garen dan gewoon sokkengaren. Gewoon sokkengaren heeft 420 meter op een bol en dit is dus 365 meter. Dus alles bij elkaar is dit een nogal bulletproof sokje aan het worden. Ze hebben vrij stijf. Dus ik ga dit misschien nog wel uithalen. En een grotere naald gebruiken. Ik had al wel minder steken opgezet. Gewoonlijk zet ik voor sokken 72 steken op. En dit zijn er maar 66. Maar ik denk als dit af is dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je een kartonnen sok aan hebt. Dus wordt vervolgd. Dit schattige sokprojectje zit trouwens wel in dit schattige tasje. Dit is een projecttasje gemaakt door mijn vriendin Ineke. Hier is haar logootje. En zij heeft een Etsy shop waar je deze tasjes kunt kopen. Die zal ik ook linken beneden.
En dit tasje is gewoon perfect voor onderweg. Met een klein sokkenprojectje erin. Eén bol plus je breiwerkje. Precies goed. Je kunt hem dan aan je pols dragen en dan kun je, terwijl kun je lekker breien. Dus als je onderweg bent, hoef je ook niet je tasje naast je neer te leggen of zo. Die kun je gewoon aan je arm hangen. Ideale tasjes. En dan heb ik een onwijs lief kaartje gekregen. Zelf gemaakt. Het is met 3D knippen gemaakt, het middenstuk. En ook aan de binnenkant hetzelfde plaatje, maar dan met heel veel borduurwerk eromheen. Onwijs veel zorg dat dit voor mij gemaakt is. Echt heel leuk. En dit kaartje is een bedankkaartje van de moderators van de Revelry groep Never Enough Lace. Zij doen allebei mee met het Lento project, met de kool die aan het breien zijn. En ja, Brigitte, dat is Knit Three Hearts op Revelry, die had mijn adres gevraagd omdat ze graag iets zelfgemaakts naar me op wilde sturen. Nou, dat vind ik echt heel lief. En dit is mede namens haar mede-moderator Debbie. En dat is Yarnaholic 52 op Revelry. Echt heel leuk en heel lief. Dankjewel, Brigitte en Debbie. Ik heb nog meer blije post gekregen, want ik heb een Close to You box ontvangen. Gea van het bedrijf Draadkracht, wat in Haarlem zit, heeft de Close to You box ontworpen om geld in te zamelen voor Giro 555 en specifiek nu voor Oekraïne. Het patroon van de Close to You sjaal zit er ook in. Er zit een mooie flyer in, er zit een schattig klosje met blauw-geel garen in. Dit is Gea's visitekaartje, kenmerk als ze iets opstuurt. En dan hebben we dus, we hebben ook nog een hele mooie kaart. Kijk nou, hoe prachtig. En de garens die bij Draadkracht geverfd worden, de mensen die zich daarmee bezighouden, worden sociaals genoemd. En op de achterkant van dit kaartje staat ook handgeschreven wie dit garen geverfd heeft. Ik weet niet of het op prijs gesteld wordt als ik naam en toenaam noem, dus dat ga ik niet doen. Maar ik vind het ontzettend leuk om zo'n persoonlijke noot ook erbij te krijgen. Ja, en dan het garen. Dit is een streng Merino Katoen Bamboe Mix. Dus het is ook heel geschikt voor een wat zomerse breitje. En daarbij zaten dus twee minis. Eén in blauw, één in geel. Maar deze hebben ook nog stellina. Dus er zit een heel klein beetje glittergaar in. Vooral in de blauwe kun je het misschien een beetje zien glitteren. Ik ga er nog even over nadenken wat dit gaat worden. Ik had eerst allemaal plannen dat ik dacht, oh, ik ga echt speciaal iets designen en dan kan ik ook een bijdrage daarmee leveren aan Giro 555. Maar ik ben natuurlijk onwijs druk bezig met de Lentokol en een paar andere sokdesigns waarmee ik inderdaad een goede doelensteunconstructie bedacht heb. Daarover later meer. Dus ik moet hier echt even over nadenken. Dus voorlopig mag ik het eventjes ergens neerleggen en er naar kijken.
En dan komt er vanzelf een... dan komt er vanzelf een patroon in mijn hoofd waarvan ik denk, dat moet het worden. Dus Gea en de Sociaals van Draadkracht, ik zet de link weer even hier beneden, onwijs bedankt. Ik ga er echt iets moois van maken en ik ga er enorm van genieten. En dan heb ik nog één ding wat ik met jullie wil delen. En dat is deze prachtig geverfde streng garen. Deze streng is geverfd door mijn vriendin Esther. Zij is moderator bij de draadpraatgroep van Clubhouse en in de Wool Hobby Facebookgroep. En ze heeft deze geverfd omdat de Wool Hobby Facebookgroep een dag of 10 geleden over de 500 mensen heen ging. Echt, ik vind het ongelooflijk. Maar ik had bedacht, als we de 500 mensen halen, dan vind ik het leuk om, om iemand een cadeautje te geven, om iets te verloten. Dus ik heb de random number generator, hoe noem je zoiets? Nou goed, je kunt dan zeggen van ik heb 500 nummers en dan kiest je telefoon een willekeurig nummer. En toen ben ik in de lijst gaan tellen welke naam er dan bij dat nummer hoorde. En dat is Carla Holtkamp-Kuipers. Inmiddels weet Carla het al. Inmiddels heeft ze ook op Facebook foto's gezien van deze mooie strenggaren. Want dit is allemaal een dag of 10 geleden wat ik zeg. Maar ik wilde hem eerst nog in de vlog laten zien. En Esther hartelijk bedanken voor het verven. En nu kan die op reis naar Carla. Dus die ga ik later vandaag of morgen in een pakketje stoppen en wegsturen. En dan ben ik er doorheen voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. En als je een duimpje omhoog geeft, want dat helpt weer om de vlog onder de aandacht te brengen van andere mensen. En dan zou ik zeggen, haak je happy, brei je blij en tot de volgende keer. Dag!